Goedenavond, welkom bij de Op de Kop Af, 250ste aflevering van het programma dat onderzoekt, ontmaskert, aanklaagt en verdedigt. Vanavond presenteren we u het uitgebreide dossier over de bizarre dood van Karin Badhoorn. De 36-jarige Enschedeze won eind 1997 3 miljoen gulden in de lotto. En werd volgens justitie 2 maanden geleden doodgeschoten door haar vriend Gert-Jan T. En ook in de media lijkt er weinig twijfel over de schuldvraag te bestaan. Maar de vraag is dat wel terecht? Gert-Jan T. zelf ontkent in elk geval vol overgave. Het was vrijdagmiddag en ik denk dat ze zich gewoon... En ze was al heel moe, maar ze had de hele nacht niet geslapen. Ik denk dus dat ze zich voorover heeft gebogen en dat dat ding is afgegaan. Maar ze had de haan ook altijd maar achterin. Ja, het is te gek voor woorden, maar dat is wel de waarheid. Dus er is maar iets voor nodig om dat ding af te laten gaan. Wist jij toen je naar boven ging dat zij op de bank met een vuurwapen zat te spelen? Nee, ik heb dat vuurwapen niet gezien. Ja, en dat is dus een ander verhaal dan moord. En als je het dossier goed leest, zoals wij hebben gedaan, dan blijkt wel dat de werkelijke toedracht ook voor de recherche niet helemaal gesneden koek is. En er ook wel wat te zeggen valt voor de lezing van de gedoodverfde moordenaar. Nou, straks de feiten en het interview met de verdachte. Nu eerst de mysterieuze verdwijning van een volwassen vrouw die 17 jaar lang nagenoeg onopgemerkt is gebleven. Een paar weken geleden ontving ik deze brief waarin onze aandacht werd gevraagd voor ene Riet de Vries uit Geleen in Limburg. Die volgens de anonieme briefschrijver al wordt vermist sinds 20 mei 1982. Maar gek genoeg is er voor die verdwijning nooit aandacht gevraagd, zodat de briefschrijver er zelfs aan twijfelde of er wel echt iets aan de hand was. Hoe Riet de Vries geruisloos verdween. In de brief wordt melding gemaakt van de merkwaardige vermissing van een volwassen vrouw, ene Riet de Vries uit Geleen, die in het begin van de jaren 80 is verdwenen. Als ze is verdwenen, want dat is iets dat de briefschrijver niet eens zeker weet. Hij is in elk geval nog erg begaan met het lot van de vrouw die hij, gezien de genoemde informatie, goed moet hebben gekend. Hij vraagt zich af of er wel voldoende naar haar is gezocht. Ook wordt duidelijk dat hij vreest dat de vrouw mogelijk het slachtoffer is geworden van een misdrijf en dat haar stoffelijk overschot is gedumpt. Omdat wij slechts 5 kilometer van de Belgische grens wonen, lijkt mij dit geloofwaardig. Op de grote uitgestrekte Mechelse heide kun je gemakkelijk en ongestoord uren en soms dagen je gang gaan. Zo besluit hij zijn brief aan Peter. Een mysterieuze verdwijning die wellicht geen verdwijning is. We besluiten de informatie te checken. We doen eerst navraag bij de CRI, de Centrale Recherche Informatiedienst, die alle vermiste personen registreert, maar daar komt Riet de Vries niet in de bestanden voor. En als we bij het bevolkingsregister informeren, blijkt dat Riet de Vries nog gewoon staat ingeschreven op haar adres in Geleen. Alles wijst er dus op dat van een verdwijning geen sprake is, maar als Peter in zijn archief gaat zoeken, komt hij toch een artikeltje tegen over 5 vermiste personen. In het Dagblad van Noord-Limburg uit 1987 wordt inderdaad melding gemaakt van de verdwijning van Riet de Vries. De politie in Geleen bevestigt dat ze sinds 1982 wordt vermist en kan ook verklaren waarom ze niet meer in de CRI-bestanden voorkomt. Daar is ze onlangs uit verwijderd, omdat men de kans dat ze ooit wordt teruggevonden te verwaarlozen acht. Maar Riet de Vries wordt dus nog wel degelijk al 17 jaar vermist. Sterker nog, een misdrijf wordt inderdaad gevreesd. Ik zou bij God niet weten waar we zouden moeten zoeken of waar we zouden moeten beginnen. Want dat is voor mij nog steeds een raadsel dat ze zo van de aardbodem is verdwenen. Daarvan nooit iets meer van hebben gehoord. De bezorgdheid in de anonieme brief die was dus terecht. De verdwijning van Riet de Vries is al die tijd voor de buitenwereld vrijwel onopgemerkt gebleven. Maar wij traceerden de familie van de toen 43-jarige vrouw en vragen vanavond alsnog aandacht voor dit vermissingsmysterie. Riet de Vries, in 1939 geboren in het voormalig Nederlands-Indië, komt op haar 7e naar Nederland, waar ze op 19-jarige leeftijd trouwt met haar grote liefde André. Haar man krijgt een baan bij de staatsmijnen en het echtpaar gaat in het Limburgse Geleen wonen, waar hun 3 kinderen worden geboren. Riet's privéleven zorgt echter voor zware spanningen, waarvoor ze sinds kort
medicijnen gebruikte. Mijn moeder was niet gelukkig met haar thuissituatie. Daar maakte ze ook helemaal geen geheim van. Mijn moeder was toch wel een nerveuze vrouw. Ze was wel lief voor de kinderen. Altijd toch ook wel bezig met heel veel andere zaken buiten haar gezin om. Eigenlijk een heel rusteloos type. Dat was mijn moeder. Riet werkte kort voor haar verdwijning in een restaurant in deze Geleense straat. Op een avond vertelde Riet tegen haar dochter dat ze door de eigenaar van deze zaak werd bedreigd, omdat ze niet inging op zijn avances. Dat was zondag de 16e mei. En op een gegeven moment is ze eigenlijk vrij rustig vertrokken, toen we een hele tijd met elkaar gesproken hadden. En nadien heb ik mijn moeder dus niet meer gezien of gesproken. Riet is 43 als ze op 20 mei 1982 rond 3 uur 's middags haar woning aan de Plutostraat verlaat. Haar man, die de laatste is die haar een levende lijf heeft gezien, zegt dat Riet met de trein voor een paar dagen op bezoek wilde gaan bij haar zus in Nieuwegein. Dit deed ze wel vaker, maar 3 dagen later is Riet nog steeds niet terug. Nou, het is maandagsavonds, vroeger in de avond, toen kwam mijn vader, die kwam naar ons toe. Toen zegt hij, nou Corrie, ik snap er niks van. Hij zegt, ze is nog steeds niet thuis. Nou, toen hebben we eerst heel even rustig een kop koffie gedronken. Toen heb ik die zuster van mijn moeder gebeld. En toen is uitgekomen dan dus dat hij helemaal niet wist dat zij zou komen. En dat ze daar dus ook nooit geweest was. Die avond geeft Corrie haar moeder als vermist op bij de politie. En ik weet nog dat ik op een station hier in Geleen geïnformeerd heb of een mevrouw voldoende aan dat signalement toen de tijd een kaartje heeft gekocht. Nou, en die bevestiging heb ik nooit gekregen. We hebben deze mevrouw ook niet alleen in Nederland, maar ook internationaal laten signaleren. Maar er is nooit enige reactie op gekomen. Het is zoeken naar een spel in de Hooiberg, bij zo'n spreken. We hebben zelfs nog wel eens gedacht, omdat ze zich vreselijk druk kon maken, want daarvoor had ze ook die pillen dat ze rustig bleef, dat ze misschien wel een hersenbloeding had gehad of hetzelfde wat. Misschien een vorm van geheugenverlies daaraan over had gehouden. Daar vandaan ook dat wij zeiden van nou, maar eens gaan bellen. Allerhande ziekenhuizen op de route van Geleen naar Utrecht. We hebben nog te huizen gebeld waar vrouwen die wat niet meer thuis willen wonen, om wat voor reden dan ook, tijdelijk onderdak kunnen krijgen. Maar goed, die mogen dus ook maar beperkte informatie verstrekken. Dus daar hield het op een gegeven moment ook mee op. Ja, en dan komt er inderdaad een punt dat je zelf helemaal niet meer weet van wat kan ik nog als alleen maar wachten. Wat is er 17 jaar geleden met Riet de Vries gebeurd? Is ze door de vele problemen van huis weggelopen? Kreeg ze een ongeluk? Of heeft ze misschien zelfmoord gepleegd? Of werd ze slachtoffer van een misdrijf? De eerste 3 mogelijkheden zijn 17 jaar na dato vrijwel uit te sluiten. Dat zou kunnen, maar dan neem ik natuurlijk ook aan dat dat op een gegeven moment uitkomt. En dat ze gaan zoeken en gaan doorgeven aan een of andere instantie. Van nou, we hebben hier een gewonde mevrouw binnengekregen, we weten niet wie het is. Zoek eens uit of er iemand vermist is. Dan neem ik aan dat dat dan uitgekomen was. Pleegt iemand suïcide of zelfmoord, dan vind je meestal wel iets of je vindt ze terug. Want dat doe je, ja, dat doe je alleen. Maar er zijn helemaal geen aanwijzingen voor dat het in wat voor richting dat ook gegaan is. Dus je hebt helemaal niet, je staat met lege handen. Nee, ze heeft ook nooit geen geld opgenomen. Van alles niks. Haar paspoort lag thuis, had ze ook niet bij zich. Zoals het eruit zag, ging ze dus inderdaad gewoon echt een weekend weg. Dat is iets waar je zeker rekening mee houdt. Je hoopt het niet, maar je moet het niet uitsluiten natuurlijk. En dat zou inderdaad niet onmogelijk zijn. Er gebeuren zoveel rare dingen. 17 jaar lang bleef haar verdwijning onopgemerkt. Maar toch hoopt haar familie, net als de anonieme briefschrijver, alsnog iets te weten te komen over het lot van Riet de Vries. Wie weet. Wie weet dat toch iemand nog iets van haar weet. Dat je het misschien een keer kan afsluiten en er op een bepaalde manier rust in kan vinden. Want rust, dat is iets, dat heb je dus nou absoluut niet. Hoe een anonieme brief een onbekende verdwijning alsnog in de schijnwerpers zette, dankzij een attente briefschrijver. We praten over dit mysterie met Corrie, de dochter van de verdwenen Riet. Dag Corrie. Dag Peter.
Hoe kan het nou dat deze zaak zo weinig bekendheid heeft gekregen? Dat er eigenlijk niets over in de kranten heeft gestaan. Andere verdwijningszaken staan de kranten soms jarenlang bol van. Ja, in eerste instantie hebben ze tegen ons gezegd dat, hun dat niet nodig vonden. We hebben zelf ook een poosje gemeend dat het misschien toch mogelijk was dat ze her of daar opnieuw was begonnen. Omdat ze toch wel vaak te kennen had gegeven van, ik wil hier weg. En ja, voor in onze ogen is er natuurlijk nooit genoeg gedaan. Maar ja, ik denk dat dat voor ieder familie dat geldt, die wat iemand kwijtraakt en nooit meer terugvindt. Maar die beginhouding heeft dus eigenlijk de hele zaak wel parten gespeeld. Als er meteen flink aan de bel getrokken was, dan had het allemaal anders kunnen lopen. Of niet? Ik denk het wel. Maar ze is op donderdagmiddag is ze weggegaan. Het was hemelvaartsweekend. Het was prachtig weer. Dus het was overal erg druk. En ja, hoe ik haar 's maandagsavonds ben gaan aangeven, toen waren er eigenlijk al bijna 4 dagen voorbij. En om dan ja, met zo'n druk weekend nog te achterhalen of ze ergens geweest is, op een station of bij een bushalte. Publiciteit had dat natuurlijk wel kunnen helpen als dat groot in de media gekomen was. Dat zou inderdaad geholpen kunnen hebben, ja. Ja. Je moeder is nu 17 jaar weg. Ze is nu 60 jaar en inmiddels zelfs oma, want jij hebt kinderen gekregen. Wat betekent dat nou voor je? Ja, wat betekent dat voor je? Ik heb op een gegeven moment natuurlijk in de loop van de jaren het een plaatsje gegeven. Mede met behulp van mijn gezin. Er wordt vrij geregeld toch over mijn moeder gepraat. Over dingen die er gebeurd zijn, hoe ze was en hoe ze deed. En ja, en het blijft terugkomen. Het is, ik zeg wel, het is met de geboorte van kinderen. Het is met een kerstfeest, het is met een verjaardag. Het is toch iets wat altijd op een bepaalde manier achter je aan blijft lopen. Laten we nog eens even teruggaan naar de omstandigheden waaronder ze is verdwenen. Er zijn in ieder geval 2 personen die haar hebben horen zeggen dat ze op bezoek ging bij haar zuster in Nieuwegein. Maar die zuster die heeft later gezegd, nou, er was helemaal geen afspraak, ik weet van niks. Dat duidt er toch een beetje op dat je moeder misschien wel willens en wetens iets in scène heeft gezet. Die mogelijkheid die sluit ik ook niet uit. Afspraken maken, dat was iets waar mijn moeder niet goed in. Zij dacht van, als ik daarheen ga, dan staat de deur voor me open en dan ben ik welkom. Mijn jongste broer en mijn vader die waren thuis op het moment dat ze wegging. Het kwam eigenlijk heel plotsklaps, want ze heeft het van tevoren ook helemaal niet aangegeven dat ze plannen had om met het hemelvaartweekend weg te gaan. En toen dan dus maandagsavonds uitkwam dat zij nog steeds niet thuis kwam. Ze kwam altijd zondagsavonds in de klok van 1 uur of 6 kwam ze terug als ze zo'n weekend wegging. En nou, toen heb ik maandagsavonds dus haar zusje gebeld en gevraagd van, goh, wilt mama soms nog langer bij je blijven? Of wat is de bedoeling? Want we moeten toch ook wat regelen voor die jongens. Want mijn 2 broers die woonden in dat tijd dus nog thuis. En toen zegt ze, ja maar kind, ik snap er niks van. Ze zegt, je moeder is helemaal niet hier geweest. Ze zeggen, ik wist ook helemaal niet dat ze komen zou. Nee, maar dat zou dus een afleidingsmanoeuvre geweest kunnen zijn om weg te lopen, een ander bestaan te beginnen. Daar staat echter weer tegenover dat je moeder geen paspoort heeft meegenomen, geen geld heeft opgenomen later. En dat wijst er weer een klein beetje op dat het toch allemaal niet goed voorbereid kan zijn dan. Nee, maar dat was mysterieus, hè, zo. Dat was mijn moeder. Mijn moeder was een heel impulsief type. Het is precies als met dat weekend weggaan, dat is in het verleden gebeurde dat ook vaker. Dan kreeg ze het de ene keer in de hoofd van nou, ik ga morgen dat of dat doen. Jawel, maar als ze wegloopt, dan kan je 17 jaar natuurlijk niet meer impulsief noemen. Dan... Nee, dan niet, nee. Na zo'n lange tijd niet. Maar in de beginperiode is dat, was dat voor ons niet vreemd, hoe dit gebeurde. Vreemd was het pas die maandagavond toen we erachter kwamen dat ze dus nooit in Nieuwegein was aangekomen. Heb je nou na die 17 jaar nog enige hoop dat ze nog leeft ergens? Ik denk dat je die hoop altijd blijft houden tot het moment dat je tegenovergestelde wordt. Omdat er nooit iets van haar gevonden is. En ja, het is natuurlijk een strohalm waar je je aan vasthoudt. Het is bijna niet voor te stellen hè, dat ze nog zou leven na 17 jaar. Nee, maar die hoop die blijft toch. Maar je wil in ieder geval... dat ze hier of daar misschien toch opnieuw is begonnen en dat ze gelukkig is. En, als ik dat zou weten, dan zou ik alleen al genoegen meenemen. Ja, dan zou ik toch wel blij zijn. Ja. Maar er is natuurlijk ook een reële kans, dat moeten we ook onder ogen zien, dat je moeder inderdaad slachtoffer is geworden van een misdrijf.
Wil je dat dan ook nog weten? Ik denk het wel. Dan heb je toch een bepaalde zekerheid van wat er met haar gebeurd is. Ook al is het geen prettige zekerheid die je dan op dat moment krijgt. Maar ik zei, deze onzekerheid hebben we een plaatsje kunnen geven. Ik denk dat je dat na verloop van tijd ook wel weer een plaatsje kunt geven en je daarbij neer kunt leggen. Dat hoop ik tenminste. Oké, dankjewel. Nou, als iemand iets weet wat misschien toch nog duidelijkheid kan verschaffen over het lot van Riet de Vries, belt u dan met de politie in Geleen. Telefoonnummer is 046 400 44 71. Ik herhaal 046 400 44 71. Tot zover deze verdwijning die onbekend was gebleven als niet iemand de moeite had genomen de zaak onder onze aandacht te brengen. Kent u ook zo'n soort zaak? Schroomt u dan niet en meld het ons. Ons adres staat altijd in de aftiteling en u kunt het ook vinden op onze nieuwe internetsite. En die luidt als volgt: www.peterrdevries.nl. Nou, na de reclame ben ik bij u terug met de geruchtmakende dood van lottomiljonaire Karin Badhoorn uit Enschede. Werd ze op 12 maart nou vermoord door haar vriend of schoot ze zichzelf per ongeluk dood? Tot zometeen. De kogel maakte op 12 maart een abrupt einde aan het nog jonge leven van Karin Badhoorn uit Enschede. Een curieuze dood die vooral veel opzien baarde omdat ze sinds anderhalf jaar multimiljonaire was dankzij de lotto. Een verdachte dood, dat ook. Met een hoofdrol voor Gert-Jan T., de vriend van Karin die dezelfde dag nog werd gearresteerd. Want in zijn huis overleed ze. Met hem had ze volgens velen ruzie. En op zijn handen werden kruidsporen aangetroffen. En niet op die van haar. Een moordzaak zo helder als glas, zo leek het. Of voltrok zich misschien toch een heel ander drama, zoals Gert-Jan T. zelf steeds beweert. Enschede, vrijdag 12 maart 1999. Een man belt volledig in paniek naar het alarmnummer 112. Hij had kort daarvoor al gebeld omdat hij een ambulance wilde. En nu schreeuwt hij om de politie. Het is 17:50 in de middag. De hoofdagent kan uit het warrige verhaal opmaken dat iemand zich in de buik heeft geschoten. Daarna wordt de verbinding verbroken. Via de nummerherkenning achterhaalt de hoofdagent de beller en zoekt weer contact. Dat lukt, maar de man is zo in paniek dat er geen zinnig gesprek met hem te voeren is. Als de politie arriveert bij de Enschedese woning van waaruit alarm is geslagen, staat de beller, ene Gert-Jan, al buiten te wachten. De agenten treffen op de bank een bloedende vrouw aan. Ik was boven, ik hoor een harde knal. Ik kom naar beneden gerend. Gezien de aard van haar verwonding en omdat de agenten in de buurt van het slachtoffer geen wapen zien liggen, krijgt Gert-Jan te horen dat hij direct mee moet naar het bureau. Maar voordat hij wordt afgevoerd, zegt hij dat hij eerst nog even naar boven wil om geld te halen. Voor de agenten op die mededeling kunnen reageren, sprint Gert-Jan de trap op. De agenten rennen achter hem aan en zien dat hij in de slaapkamer enkele bankbiljetten in zijn broekzak stopt. Pas nadat Gert-Jan is afgevoerd, vindt de politie in de woonkamer een vuurwapen. Het ligt op een van de banken. Als de ambulance arriveert, is de vrouw nog in leven. Maar de reanimatie mag niet baten. Om 6:30 in de avond sterft ze aan haar verwonding. Het slachtoffer is Karin Josette Jane Badhoorn. Ze overlijdt ruim 2 weken voor haar 37e verjaardag. Karin is de jongste van het Enschedese gezin Badhoorn. Ze heeft 3 zussen en een broer. Eind jaren 80 vertrekt ze naar Amsterdam. Karin beleeft daar een turbulente tijd waarin ze veel cocaïne gebruikt. In die periode bevalt ze ook van een dochtertje. Maar vanwege Karens verslaving wordt het kind haar door de kinderbescherming afgenomen.
In 1994 keert Karen terug naar haar geboortestreek. Ze betrekt een eenvoudig flatje in de Vlierstraat in Enschede. Karen heeft het niet breed. Ze ontvangt een uitkering van de sociale dienst. En later vindt ze een baantje in de horeca, vlak over de grens in Duitsland. Haar leven is weer in rustige vaarwater terechtgekomen. In de zomer van 1997 komt Karen Geert-Jan tegen. Deze ex-rechtenstudent is portier geweest en dus geen onbekende in het Enschedese uitgaanscircuit. Overigens heeft hij in het verleden enkele jaren in de gevangenis gezeten wegens drugsmokkel. Op het moment dat de ex-portier Karen weer tegen het lijf loopt, is hij mede-eigenaar van een Enschedees BV'tje dat websites ontwikkelt voor op het internet. Onder andere voor deze seksclub. Karen en Geert-Jan hadden zo'n 15 jaar geleden korte tijd verkering, maar waren elkaar uit het oog verloren. Het contact tussen de stadsgenoten wordt medio 1997 weer hersteld, zei het op een laag pitje. En dan, enkele maanden later, gebeurt er iets dat het leven van de Enschedeze helemaal op zijn kop zet. Sinds enige tijd doet Karen mee met de lotto. Elke week speelt ze automatisch via de Giro met een vaste cijfercombinatie. Het zijn de verjaardagsdata van enkele mensen die haar dierbaar zijn. Maar Karen had zich gek genoeg vergist met het invullen van haar eigen verjaardag. Ze is jarig op 31 maart, maar in plaats daarvan had ze 41 ingevuld. Omdat de getallen haar tot nu toe geen geluk hebben gebracht, besluit Karen haar vergissing te herstellen. Op dit nieuwe lottoformulier verandert ze de 41 in 31. De andere getallen verandert ze niet. Welkom bij de Lotto-jackpot-trekking van zaterdag 29 november. De Lotto speelt vandaag weer... Die avond, eind 1997, gebeurt er iets ongelooflijks. Het eerste getal is 12. Kans op een jackpot van ruim 3 miljoen gulden. Het tweede getal is 16. Want wat blijkt namelijk, heel Karens oude reeks valt. Met als laatste getal 41. Maar in plaats van dat Karen net naast de enorme geldprijs grijpt, wint ze toch. Want ze was vergeten haar nieuwe lottoformulier op te sturen. De knappe blondine is in één keer multimiljonair. De jackpot van 3 miljoen is gevallen. En wel in de provincie Overijssel. De Enschedeze blijft nuchter onder het winnen van het miljoenenbedrag. Ze koopt weliswaar een Mercedes en ze gaat met haar moeder op vakantie naar Tenerife. Maar het merendeel van de 2,25 miljoen netto wordt belegd via Van Lanschot Bankiers in Enschede. Binnen een mum van tijd weet de hele stad dat Karen de lotto heeft gewonnen. Deze verklaringen spreken zelfs van een weddenschap over wie haar het eerste kon versieren. De jacht op de kersverse miljonaire lijkt geopend. Eind februari 1998, 3 maanden na haar winst in de lotto, verhuist Karen naar dit hoekhuis aan de Kolmschotlanden in Enschede. Het is de woning van de 37-jarige Geert-Jan T., Karens ex, die ze enkele maanden eerder weer was tegengekomen. Volgens deze verklaring had Geert-Jan meegedaan aan de bewuste weddenschap en wint hij nu 100 gulden omdat het hem is gelukt Karen te versieren. Geert-Jan geeft ook toe dat zijn relatie met Karen pas serieus werd nadat zij de lotto had gewonnen. Letterlijk zegt hij hierover tegen de recherche: zij vertelde mij dat zij een grote prijs had gewonnen in de lotto. Onze relatie kreeg hierna vastere vormen. Volgens haar familie gaat het bergafwaarts met Karen vanaf het moment dat ze bij Geert-Jan intrekt. Geert-Jan zou er alles aan doen om zijn vriendin zwaar afhankelijk te maken van cocaïne, om zodoende grip op Karen en haar geld te krijgen. En uit de verhalen van de buren van Geert-Jan en Karen blijkt dat het niet altijd koek en ei was tussen het stel. De buurtbewoners spreken van vele ruzies, bijna dagelijks en vaak tot diep in de nacht, waarbij flink werd gescholden. Tevens verklaren Karens naasten dat de relatie gepaard ging met veel geweld en dreigementen en dat Karen Geert-Jan uit angst voor zijn agressiviteit niet durfde te verlaten. Ook op de dag dat Karen om het leven is gekomen, heeft een van de buurtbewoners Geert-Jan luidruchtig horen schelden. Dat was rond 5:15, ruim een half uur voordat Geert-Jan naar 112 belde. Enkele weken na Karens dood wordt bekend dat het gerechtelijk laboratorium kruidsporen op de handen van Geert-Jan heeft gevonden en niet op die van Karen. Vanaf dat moment lijkt er in heel Enschede geen twijfel meer te bestaan over Geert-Jans schuld. En ook voor Karens familie en vrienden staat buiten kijf dat Geert-Jan heeft geschoten. De reden:
ruzie omdat de miljonairen hem wilden verlaten. Een vriendin van Karen zegt hierover tegen de recherche. Ze heeft me wel eens verteld dat hij had gezegd dat hij haar dood zou schieten als ze bij hem wegging. Als Karen namelijk bij hem weg zou gaan, dan zou hij zijn aanzien, zijn status verliezen. Hij heeft nu een mooie auto, geld genoeg en iemand die zijn bedrijfje financiert. Gert-Jan zelf beseft zich heel goed dat hij de schijn tegen heeft. Sterker nog, toen Karen nog in leven was, had ze hem al voorspeld dat hij zonder meer als zondebok zou worden gezien als haar ooit iets zou gebeuren. De gedoodverfde moordenaar doorbreekt zijn stilzwijgen in een uitvoerig interview met Peter vanuit het Huis van Bewaring in Arnhem. Ze heeft eens een keer gezegd, hè? Dus lagen met de twee in de bed. Toen zei ze op een gegeven moment, ik ben van, Gert-Jan, zei ze. Het kwam was hard heel vaak over de dood en dat interesseerde haar altijd nogal veel. Mm-hmm. En toen zegt ze op een gegeven moment van, Gerrit, zei ze. Moet je luisteren, samen zo'n beetje te lachen. Als mij ooit wat overkomt, dan zullen ze jou allemaal verdenken. Dus ik kijk aan haar zo in bed. Ik denk, ja, ze heeft nog gelijk ook nog. Dus ze zegt, ja, als ik, zoals ik onder de bus zou komen en jij zou 40 meter verderop staan, zegt ze, dan zouden ze jou nog arresteren. En wij natuurlijk lachen, ha, ha, ha. Karen Josette Jane Badhoren stierf op 36-jarige leeftijd, onder mysterieuze omstandigheden. En haar nabestaanden vragen zich af, als Karen de 41 op haar lottoformulier tijdig had veranderd in 31 en ze de lotto niet had gewonnen, was ze dan nog in leven geweest? Ja, verdachte Gert-Jan T. heeft niet alleen de schijn en de familie van Karen tegen. Ook een aantal feiten en omstandigheden pleiten niet voor zijn onschuld. Maar aan de andere kant, en dat moet ook gezegd worden, ontbreekt evenzeer het onweerlegbare bewijs voor zijn schuld. En de verdachte heeft vanaf het begin van zijn arrestatie heftig ontkend. De vraag is dan ook of er misschien toch iets heel anders is gebeurd op die fatale vrijdagmiddag. Wat ging er volgens de verdachte zelf vooraf aan die fatale schietpartij op vrijdag 12 maart jongsleden? Tegenover de politie vertelt Gert-Jan zijn versie van het verhaal. Rond 3:30 verlaat hij de woning om boodschappen te gaan doen. Tegen 5:00 komt hij terug. Karen zit nog steeds op de bank. Ze maakt een zeer vermoeide en verwarde indruk. Zij en Gert-Jan hadden die nacht ervoor flink gedronken en gesnoven. En Karen had volgens hem de hele nacht niet geslapen. Gert-Jan zet de boodschappen op het aanrecht en gaat op de bank liggen lezen. Enige tijd later gaat hij naar de slaapkamer op de eerste verdieping om geld te tellen, zoals hij verklaart tegenover de politie. Karen blijft achter in de woonkamer. Een minuut of 5, 6 en ik hoor in één keer een knal en ik ren naar beneden. En toen was het al gebeurd. Toen lag ze er al. Karen bloedt aan de linkerzijde van haar lichaam, net onder haar borst. Gert-Jan pakt haar met beide handen vast en probeert haar bij te brengen, maar dat lukt niet. En dan belt hij volkomen in paniek naar 112. Gert-Jan belt in totaal 2 keer naar het alarmnummer. 1 keer voor een ambulance en 1 keer voor de politie. Na zijn tweede paniektelefoontje wordt hij teruggebeld door een hoofdagent. Maar met de hysterische Gert-Jan is geen normaal gesprek te voeren. En dan gebeurt er iets opmerkelijks. Gert-Jan legt de horen niet op, maar naast de telefoon. De verbinding wordt dus niet verbroken en de agent is de unieke getuige van wat zich vervolgens in de woning afspeelt. De hoofdagent hoort Gert-Jan huilend roepen. Karen, wat heb je nou gedaan? Wat heb je nou gedaan? Oh nee. Van groot belang in het politieonderzoek is het wapen dat naast Karen op de bank is gevonden en waaruit de kogel kwam die haar doodde. Uit verschillende verklaringen van Karens familieleden blijkt dat het betreffende vuurwapen van Karen zelf was. Ze had het aangeschaft nadat ze de lotto had gewonnen omdat ze bang was voor een overval.
Volgens Gert-Jan zat zijn vriendin wel eens met het pistool te spelen. Tegenover de recherche verklaart hij zelfs over een merkwaardig voorval dat zich eind vorig jaar, enkele maanden voor Karens dood, in zijn woning heeft afgespeeld. Tijdens dit incident zou het wapen af zijn gegaan. En in de zijkant van een kastje op de slaapkamer vindt de recherche later inderdaad een kogelgat. Nee, het is geen proefschot, het was ook een ongeluk. Toen zat ik, dat was precies andersom, toen zat zij boven, toen zat ik beneden, weer zo'n klap. En toen loop ik, ren ik dus naar boven en toen zat ze daar helemaal krijtwit. Ik zeg, wat is er gebeurd? Ik zeg, wat heb je nou gedaan? En zo'n beetje lachen. Bleek dus dat schot denk ik ook was afgegaan. Dus hij dwars door de kast heen gevlogen. En ik heb dat de politie later wel allemaal laten zien. Maar dit is eigenlijk hetzelfde verhaal, maar dit keer was het wel raak. Gert-Jan vermoedt dus dat Karen die bewuste vrijdag in maart weer met haar wapen heeft zitten spelen. En dat het ook dit keer per ongeluk is afgegaan. Het was vrijdagmiddag en ik denk dat ze zich gewoon even, ze was al heel moe, maar ze had de hele nacht niet geslapen. Ik denk dus dat ze zich voorover heeft gebogen en dat ding is afgegaan. Maar ze had de haan ook altijd naar achteren. Ja, het is te gek voor woorden, maar dat is wel de waarheid. Dus er is maar iets voor nodig om dat ding af te laten gaan. Wist jij toen je naar boven ging dat zij op de bank met een vuurwapen zat te spelen? Nee, ik heb dat vuurwapen niet gezien. Heb je er een verklaring voor dat er op jouw handen kruidsporen zijn gevonden en op die van Karin niet? Maar als ik nog had geschoten, had ik toch enorme hoeveelheid kruid op mijn hand moeten hebben. Nou ja, je had toch behoorlijk wat sporen erop. Ja, ik weet dus niet wat veel is, maar 29 van die microscopische dingetjes is dat veel. Ik weet het eerlijk gezegd, ik weet het helemaal niet. Het zijn er 29 meer dan bij Karin. Ja, maar als zij nou haar hand in de dingen zet. In de badjas, ja. Volgens Gert-Jan had Karen haar handen dus in de mouwen van zijn te grote badjas op het moment dat het schot viel. En dit verklaart volgens hem waarom er op haar handen geen kruidsporen zijn aangetroffen. Maar waarom rende Gert-Jan als een haas de trap op om geld te pakken, vlak nadat hij te horen had gekregen dat hij als verdachte mee moest naar het politiebureau? En terwijl zijn vriendin zwaar gewond op de bank lag. Ik heb daar geen verklaring voor. Mensen doen wel rare dingen, denk ik. Soms, ik liep als een dolle kip zonder kop, liep ik door die kamer in te vliegen. Ik weet echt niet meer wat ik gedaan heb. Of ik nou naar boven ben gerend, ik heb het van die politieagenten gehoord, maar ik weet het zelf niet eens meer. En hoe zit het met de verklaring van een van de buren? Die zegt dat hij Gert-Jan heel hard heeft horen schreeuwen, ruim een half uur voordat Gert-Jan naar 112 belde. Hebben jullie ruzie gehad? Absoluut niet. Voordat jij naar boven ging? Nee, absoluut niet. Nou is er een buurman en die zegt dat hij jou hard heeft horen schreeuwen. Ja, wat denk je wat ik aan het schreeuwen was toen het gebeurd was? Maar dat was al enige tijd voordat jij de politie hebt gebeld. Nee, dat is niet waar. Ja, die man moet zich in die tijd vergissen. Behalve veel onduidelijkheden rondom de tragische dood van de 36-jarige Karen Badhoorn, bestaan er ook verschillende meningen over hoe de relatie tussen Gert-Jan en Karen verliep. De familie van Karen is er in ieder geval van overtuigd dat Gert-Jan alleen maar uit was op Karens lottomiljoenen. Nu zijn er mensen die zeggen van nou, die verhouding is pas serieus geworden nadat Karen de lotto had gewonnen. Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Ja. Maar is dat een schande dan? Had dat iets met elkaar te maken? Nee, absoluut niet. Ja, bedoel, als jij bedoelt dus dat daar iets van opzet is bij is, gewoon, dat is absoluut niet waar gewoon. Dat is de grootste kolder die er is gewoon. In het dossier zijn er een aantal mensen die zeggen... Dat er weddenschap liep. Nou, dan moeten ze mij eens aanwijzen wie dat is geweest dan. Met wie ik dan die weddenschap heb dan. Dat is namelijk gewoon ook weer een van die kolder verhalen van die familie. In hoeverre heb jij geprofiteerd van het grote bedrag wat zij in de lotto heeft gewonnen? Had je daar voordeel aan? Ja, absoluut. Ze hebben een auto gegeven, ze heeft het hele huis opnieuw ingericht. We zijn op vakantie geweest, alles erop en eraan. Maar dat is op zich, dat lijkt me toch ook een vrij normale zaak, of niet? Ik leef toch ook een jaar met haar en wat is daar raar aan? Hoe was nou jouw relatie met Karin toen jullie gingen samenwonen? Die was gewoon absoluut goed. Het is gewoon een hele lieve meid is het altijd geweest. Werkelijk waar. Het was gewoon een schat. Absoluut. En ik hield gewoon van die meid.
Het is ontzettend gek wat ze met mij. Hoe kan het dan dat de familie van Karin daar zo'n compleet ander beeld van schetst? Heb je daar een verklaring voor? Ik denk dat ze niet goed kunnen verwerken dat hoe Karin dood is gegaan. Dat ze dat gewoon niet willen beseffen. Dat ze gewoon alle redelijkheid uit oog verloren zijn. Dat ze mij hier gewoon voor een kruis willen nagelen. Maar jij kunt met de hand op je hart verklaren dat je er niets mee te maken hebt? Ik mag branden in de hel als ik lieg. Dan zweer ik op hier bij God gewoon dat ik de waarheid spreek. Ik mag branden in de hel als ik lieg. Zijn dat de gedurfde slotwoorden van een man die de dans probeert te ontspringen? Of illustreren ze misschien meer de wanhoop van een man die de waarheid spreekt, maar niet wordt geloofd? Hoe dan ook, na de reclame leggen we zijn advocaat meester Spijdel vast het vuur aan de schenen. Al dan niet afkomstig uit de hel. Tot zometeen. Toen er werd gevraagd de verdediging op zich te nemen van Gert-Jan T., de man die bijna 2 maanden geleden zijn vriendin Karin Badhoorn zou hebben doodgeschoten, leek dat een kansloze zaak. Maar voor onze strafpleiter, meester Spijdel, is de koers bepaald nog niet gelopen. En hij is hier in de studio. Dag, meneer Spijdel. Dag. Wat dacht u zelf toen u de eerste verhalen over deze zaak hoorde? Toen ik dat hoorde, toen dacht ik meteen dat zich hier een heel groot menselijk drama had voltrokken. En met name voor mijn cliënt, die niet alleen zijn vriendin heeft verloren, maar bovendien dan ook nog eens een keer wordt vastgezet en als verdachte wordt aangemerkt. En dat moet natuurlijk bijzonder hard aankomen. Ja, maar dacht u niet in een eerste instantie van, nou, dat is een moord? Nee, dat dacht ik niet. Nee? Nee, nee, in het begin hoorde ik alleen het verhaal van mijn cliënt. En ik moet zeggen, ik vond dat een heel logisch, plausibel verhaal. Hij is daar ook altijd heel consequent in gebleven. En tot op heden heb ik hem daar ook in geloofd. En heb ik eigenlijk geen reden om wat anders aan te nemen. En wat denkt u dan dat er is gebeurd? Een ongeluk? Ik denk dat er een ongeluk is geweest. Ik denk niet dat het een zelfmoord is geweest. Dus ik denk eigenlijk dat het gewoon een ongelukje is geweest. Nu zegt de familie, zij wilde van hem af. En hij wilde het geld niet kwijt. Er zijn natuurlijk wel mensen om minder doodgeschoten. Ja, maar ik denk dat hij juist nu het geld kwijt is. He, door haar dood is hij in financieel opzicht juist benadeelder geworden. Want toen zij leefde, toen had hij in zekere zin de beschikking over haar geld en nu niet meer. Dus dat kan voor hem nooit enig motief hebben gevormd. En als zij van hem af had gewild, dan denk ik niet dat zij nog vlak voordat dit gebeurde allemaal dingen voor hem zou aanschaffen. En ze waren bovendien ook bezig met de aanschaf van een woning om daar samen te gaan wonen. En ze had natuurlijk makkelijk op het moment dat hij niet thuis was weg kunnen lopen. Ze had ook de financiële middelen om verder een leven op te bouwen. Er was dus eigenlijk geen reden voor een misdrijf, zegt u. Er was geen enkel reden voor een misdrijf. Hè. Als hij een misdrijf had willen plegen, dan had hij denk ik eerst ervoor moeten zorgen dat zij daar financieel beter van zou zijn geworden. Want ja, de meeste moorden, daar ligt toch wel een motief aan ten grondslag. En dat heeft hij in deze situatie helemaal niet. Nee. Nou is het wel zo dat dit delict, of dit incident, laten we het zomaar noemen, in zijn woning heeft plaatsgevonden. Hij was in die woning. Er is sprake van behoorlijk drugsgebruik, dat geeft hij ook toe. Door beide. Er is sprake geweest van fikse ruzies. En er is toch heel veel geld in het spel. Voor de justitie is dat kennelijk toch motief genoeg allemaal. Ja, voor justitie wel, maar daar denk ik anders over. Nogmaals, het geld speelt juist denk ik geen rol in deze zaak. Omdat hij er niet beter van wordt, hij wordt er alleen maar slechter van. In zekere zin zou hij dan de kip met de gouden eieren hebben geslacht. Nou, dat is zeker bij deze verdachte is dat niet logisch om het aan te nemen. Het is een intelligente man, het is een oude rechterstudent. Dus hij zou zoiets doms... Dan ben je intelligent. Dat mag ik wel hopen. maar je zou zoiets bij hem dan reeds om die reden gewoon niet verwachten. Ja. Toch zijn er wel een paar dingen die natuurlijk uitermate belastend zijn. Laten we het even over die kruidsporen hebben. Die zijn op zijn handen gevonden, niet op die van haar. Terwijl in zijn verhaal zij geschoten zou hebben. Toen dat bekend werd dat
hij de kruidsporen op zijn hand had, toen dacht toch iedereen, nou, dat is bekeken, die zaak is rond. Ja, maar ik denk dat dat voorbarig is. Allereerst is er nog geen rapport van het gerechtelijk laboratorium. En juist dat rapport moet nog eens een keer nader aanduiden wat de consequenties zijn van die constatering. Hè, wat voor conclusies je daaraan kunt verbinden. Bovendien heeft hij een duidelijke theorie aangedragen wat er mogelijk is gebeurd. En juist die theorie, die is naar mijn mondeling is medegedeeld door de officier. Die wordt niet onderzocht omdat dat gevaarlijk zou zijn om dat te onderzoeken. Dat is de badjastheorie. Dat is de badjastheorie. En als dat inderdaad niet zou worden onderzocht, dan betekent dat dat een grote mogelijkheid, een levensgrote mogelijkheid, open blijft. Maar waarom is dat gevaarlijk om dat te onderzoeken? Ja, het zou voor de onderzoekers zou het zelf gevaarlijk zijn. Omdat het, ja, als je dat zou uitvoeren, dan zou degene die dat onderzoekt, die zou gevaar kunnen lopen. Ik kan mij dat niet 1, 2, 3 voorstellen. Volgens mij moet dat wel op een manier zijn uit te voeren dat het ook voor de onderzoeker niet gevaarlijk is. En dat zal ook een van de punten zijn die wij, als wij een tegenonderzoek laten uitvoeren, ook willen laten onderzoeken. Ja, en even voor alle duidelijkheid, die theorie van hem komt er dus op neer dat Karin zijn badjas aan had, die ruim viel, die mouwen vielen over haar hand heen en daarom konden er geen kruidsporen bij het schieten op haar handen komen, maar zijn die waarschijnlijk wel op de badjas gekomen. Ja, op de een of andere manier zijn de kruidsporen dus niet wat je normaal ziet op haar handen terechtgekomen, maar die zijn ergens anders terechtgekomen. En vervolgens, doordat hij zo met haar in de weer is geweest, zullen een gedeelte van die kruidsporen ook weer bij hem terecht zijn gekomen. Ja. Maar de vraag is nu natuurlijk van, zijn er dan sporen op die badjas aangetroffen? Wat weet u daarvan? Daarvan weet ik dat aan de achterzijde van de badjas, dat daar ook kruidsporen zijn. Ja, maar dat zijn niet zijn de mouwen natuurlijk. Dat zijn niet de mouwen, nee, dat klopt. De achterzijde, dat is de uitschotopening, zoals dat dan heet. Dat is natuurlijk toch een heel ander verhaal. Dat maakt niet duidelijk of zij wel of niet geschoten zou hebben. Nee, dat klopt. Maar ook dat moet gewoon nader onderzocht worden. Het is in ieder geval opmerkelijk dat die sporen daar zitten. Want je zou eigenlijk verwachten dat die sporen daar überhaupt niet zich zouden hebben voorgedaan. Maar dat is kennelijk wel aan de hand. En ja, nogmaals, het zal allemaal eerst goed op papier moeten worden gezet. Ja. Maar als die kruidsporen niet op die mouw wordt aangetroffen, dan wordt het een heel lastig verhaal voor u en uw cliënt. Dat is de vraag. Wat ik eigenlijk wil is dat er nog eens een keer een onderzoek komt door een andere deskundige en dat die de theorie die mijn cliënt heeft aangedragen, dat die eens goed bekeken wordt wat er dan zou gebeuren. En bovendien wil ik ook wel heel graag weten in hoeverre het aantal kruidsporen wat bij mijn cliënt is aangetroffen, hoe zich dat verhoudt tot een normale situatie dat je schiet. Ja. 29 kruidsporen, dat kan heel veel zijn, maar het kan ook buitengewoon weinig zijn als je een echt schot aflost. Ja. Uw cliënt die zegt, toen het gebeurde was ik boven. Ik was geld aan het tellen, ik heb in een boek gelezen en ik heb ook nog eventjes geslapen. En na 10 of 15 minuten, en bij mij, in het telefoongesprek met mij brengt hij dat zelfs terug naar 6 minuten, toen hoorde ik een knal. Dat zijn wel heel veel handelingen in hele korte tijd. Ja, als je het helemaal serieus neemt in de zin dat hij het hele boek uitleest, dat is toch zijn verklaring. Maar ik denk dat hij een globale weergave geeft van wat hij toen heeft gedaan. En het is denk ik voor hem ook heel moeilijk om dat uiterst precies te doen. Op het moment dat hij die handelingen verrichtte, wist hij niet dat hij daar later gedetailleerd iets over moest verklaren. En toen hij een verklaring moest afleggen, toen was er inmiddels zoveel gebeurd dat je natuurlijk makkelijk je eens wat kunt vergissen, zowel in de tijd als in de handelingen. Want hij heeft natuurlijk vreselijk veel meegemaakt en dan kunnen dit soort details, die kunnen gewoon natuurlijk bij je wegslippen. Ja, maar goed, het telt wel allemaal. Het is wel iets waar hij op beoordeeld wordt. Hij zal en misschien wel veroordeeld worden. Hij zal er in ieder geval op worden beoordeeld. Maar het is natuurlijk logisch dat als je zoveel meemaakt, dat je kleine vergissingen kunt maken. Ja. Wat vindt u nou zelf het sterkste punt dat voor de onschuld van uw cliënt pleit? Dan zal ik een keuze moeten maken, want ik vind dat een aantal punten in zijn voordeel pleiten. Maar nou, best een paar noemen dan. Nou, ik vind een van de belangrijkste punten vind ik het feit dat hij in mijn ogen geen motief heeft. Maar de gevangenissen zitten vol met mensen die geen motief hebben. Er worden natuurlijk heel veel misdaden worden gepleegd uit woede, uit frustratie of wat dan ook, zonder dat er een motief is. Ja, het kan altijd. Ik kan natuurlijk niet zeggen van hij heeft geen motief en derhalve kan hij het niet gedaan hebben. Maar je spreekt zeker in deze situatie waar niemand, behalve Gert-Jan, dan precies weet wat er is gebeurd, dan moet je het hebben over aannemelijkheden. En dan denk ik dat het weinig aannemelijk is dat hij haar ombrengt. Vindt u dat telefoongesprek wat is opgenomen, vindt u dat ontlastend? Ik vind het wel ontlastend. Je kan natuurlijk ook weer gaan zeggen, het is uiterst doortrapt dan wat hij doet. Maar zo kun je natuurlijk overal wel een draai aan geven. Maar het is duidelijk dat hij op dat moment enorm in paniek was. En hij heeft als het ware een live verslag aan de meldkamer gegeven van wat hij toen heeft gedaan. En dat is echt, dat was een cruciaal moment. Dus ja, ik vind dat ook in zijn voordeel pleit. Ja.
Als je advocaten vraagt of een cliënt schuldig is of onschuldig, dan zeggen ze meestal, nou, mijn cliënt zegt dat hij het niet gedaan heeft. Er wordt altijd enige afstand genomen. Heb ik het nou goed gehoord dat u eigenlijk onomwonden zegt, ik geloof mijn cliënt, ik ben overtuigd van een ongeluk? Ja, ik geloof mijn cliënt inderdaad. Ik ben inderdaad voor mijzelf overtuigd van een ongeluk. Nou, het onderzoek zal dat verder moeten uitwijzen. Wanneer verwacht u dat daar uitsluitsel over komt? Ik denk dat het nog een langere tijd zal gaan duren, omdat op dit moment nog niet het eerste onderzoek binnen is. En ik verwacht dat er daarna een tegenonderzoek komt. Nou, dat zal ook weer enige tijd vergen. Dus de eerste zitting zal naar mijn verwachting op dit moment een pro forma zitting worden. En al die tijd blijft hij vastzitten? Ik vrees van wel. Ja. Nou, we blijven het op de voet volgen. Dank u wel. Graag gedaan. Ja, de kans dat je de lotto ooit wint, die is heel klein. Dat je door een pistoolschot om het leven komt, is zelfs nog kleiner. En Karen Badhoorn overkwam het allebei. De vraag of het moord, zelfmoord of een ongeluk was, blijft nog even open. U hoorde het. En dus ook de vraag of Gert-Jan T. nu wel of niet moet branden in hel, zoals hij zelf zei. Wordt vervolgd. Aan het eind van deze uitzending, ik zou bijna zeggen uiteraard, nog even aandacht voor de onopgeloste moord op de 11-jarige Nicky Verstappen uit het Limburgse Heibloem. Na ons veelbesproken dossier op 16 april, waarna het rechercheonderzoek weer werd heropend, presenteerden wij vorige week enkele nieuwe bevindingen. Ook deze uitzending leidde weer tot reacties en tips bij de politie. En terwijl de recherche deze natrok, zetten ook wij onze journalistieke speurtocht in Heibloem en omstreken voort. En daaruit zijn de afgelopen dagen weer nieuwe, interessante gegevens naar voren gekomen. Volgende week ziet u daarom het vervolg van deze kindermoordzaak, waarvoor nog steeds een beloning van €500.000 openstaat. 500.000 gulden. Als u iets weet over deze zaak, belt u dan met het politieteam in Brunsum. Telefoonnummer 045 400 35 55. Goed, dit was het weer voor vanavond. Ik hoop dat u volgende week donderdag om 9:30 weer kijkt. Dan heeft u in ieder geval een alibi. Tot dan.